proclamatie aan de burgers en burgeressen van de gemeente Heemskerk. Heden 31 augustus 1963 heb ik, Hendrikus Niel, burgemeester deze gemeente, de eer u mededeling te doen van het daarvolgende. In de Landesbibliotheek van de stad Gotha, thans liggende in de Volksrepubliek Oost-Duitsland, bevindt zich een uit de bibliotheek van Echternach, Luxemburg, afkomstig boek, waarin een oorkonde voorkomt welke handelt over de overdracht van de ter tijde van Willem Broders gestichte kapellen, waaronder die van Hemese Kirika, een oude benaming voor die van Heemskerk. Deze oorkonde draagt het jaartal 1063. Dat bedoelde oorkonde met jaartal aanleiding was in het jaar 1963 van 31 augustus tot en met 8 september het 900-jarig bestaan der gemeente Heemskerk te herdenken. H900, feest van Heemskerk. Stijlvol ingezet door Leidse studenten die luide de lof van Heemskerk bezongen. Nog meer zang van grote klasse. De stedelijke muzikant werd uitgeroepen tot stadsmuzikant. Het stadsorgel werd vereerd met de stedelijke ezel. En tot meerdere glorie van alle stedelijke orgels was er een zonnig concours onder de blauwe Heemskerkse hemel. De jongeren zwierden buiten, de oudjes gierden binnen. Zo had ieder zijn plezier. Ook het dier. Al moesten de paarden daar paarsgewijze wel enige moeite voor doen. Na 900 jaren werd in de beurs voor handel en industrie getoond wat de burgers met hun min of meer gevulde beurzen thans kunnen kopen. Bij de gemeentegrens begroette burgemeester Nielen de commissaris der koningin in de provincie Noord-Holland, dokter Prinsen. Waarna autoriteiten en burgers in optocht naar de sporthal togen.
Na een uitgesproken pluim op Heemskerks hoed, werd de sporthal, nu de Dr. Prinsenhal, met een resoluut onthullend gebaar geopend en in bezit genomen. Als beloning voor getoonde ijver verkreeg Heemskerk in 1063 van bisschop Willem van Gelder het recht van zelfstandigheid. Reden genoeg was er om de heren van Heemskerk hoog te heffen op het schild der ere. Dit hultoneel vindt men een kwartiergaans buiten Heemskerk aan de weg die naar Castricum voert. Assenburg. Trots en stoer oprijzend uit land en water. Over dit land en water zwoer graaf Jan van Brabant in bijzijn van zijn vrouw Jacoba van Beieren trouw aan God en zijn gezag, aangevend en volgend het voetspoor der vaderen. Weelde in vrede. Maar ook wreedheid in oorlog vulden de eeuwen. Totdat onder het Wilhelmus van Marnix van Sint-Aldegonde de prinsenvlag zegevierend door de geuzen in vrije bodem werd geplant. Klankrijk zong de Muiderkring. Vrolijk was het palet der Gouden Eeuw. Kleurrijk hierin het aandeel van Maarten, de schilder uit Heemskerk, die op het graf van zijn vader, naast de oude dorpskerk, een obelisk liet oprichten. Maar Hollands goede leven werd verstoord door de Franse glimlach van Lodewijk Napoleon en zijn gemalin Hortense. Tot een echt Nederlands hoerageroep werd aangeheven door het driemanschap ter ere van de nieuwe koning Willem. Zo ging ieder van hoog tot laag weer vrolijk voort. Zelfs de Heemskerkse ezel, maar daarvoor stond hij dan ook op een wagen.
Na de tocht door 9 eeuwen Heemskerk zag de burgervader uit de hoogte neer op zijn gemeente. Op Heemskerk, met moderne huizen, met ruimte voor velen, met zorg voor recreatie, met zin voor cultuur. Proficiat, 900-jarig Heemskerk.